Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Onder invloed van een hoge drukgebied boven Centraal-Europa is zeer warme lucht vanuit het zuiden over Nederland uitgestroomd. We zien boven het westen van Frankrijk wel bewolking naderen. Vanochtend was het nog overal zonnig, maar de genoemde bewolking die bereikt inmiddels het zuidwesten van het land. En dat is eigenlijk de grens tussen de hete lucht boven ons land en koelere zeelucht die vanuit het zuidwesten wil binnendringen. Inmiddels zien we dat dat ook langzaamaan gaat gebeuren. De maximumtemperaturen tot 3 uur vanmiddag waren zo'n 30 graden in het noorden en 32 tot 34 graden in het midden en zuiden van het land. En ook op de stranden in het westen was het vaak tropisch warm. Zoals gezegd begint de koele lucht nu wel binnen te dringen. In Zeeland en in Zuid-Holland is de wind gedraaid naar het zuidwesten tot westen en dringt dus die koele lucht binnen. De temperatuur zakt dan behoorlijk terug naar een graad of 3,24. De windsprong die dit bewerkstelligt, die gaat zich langzaam verder naar het noordoosten toe bewegen. En daar kunnen dan met name in het midden, oosten en zuid-noordoosten van het land een aantal flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling gaan komen. Dat zijn wel vrij lokale buien, maar ze kunnen toch hevig uitpakken met kans op onweer, hagel en windstoten tot maximaal 85 km per uur. Nou, aan het begin van de avond is het op veel plaatsen nog zomers tot tropisch warm. Temperaturen van 25 tot zelfs iets boven de 30 graden. Halverwege de avond is het afgekoeld naar ongeveer 25 graden. Dan komende nacht, dan trekken de buien naar het oosten toe weg en dan wordt het droog en zijn er opklaringen. Dan daalt de temperatuur verder naar zo'n 15 tot 17 graden. Dan morgen. In eerste instantie hebben we droog weer en met een matige westelijke wind wordt het zo'n 24 graden in het westen en 26 tot plaatselijk nog 29 graden in het midden, oosten en zuidoosten van het land. Er ontstaan ook stapelwolken in de loop van de dag en die kunnen verspreid over het binnenland en tot een enkele regen- of onweersbui leiden, maar op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. Dan de vrijdag en zaterdag ook nog vrij wisselvallig met geregeld zon, maar ook stapelwolken en vooral landinwaarts kans op een enkele bui. Middagtemperatuur ligt rond 23 graden. Op zondag wordt het weer iets warmer, zo'n 24 tot 27 graden. Dan schijnt de zon geregeld en blijft het overal droog bij een matige westelijke wind. Kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat de middagtemperatuur veelal zo rond de 23, 24 graden ligt. Echt heet weer zien we niet in de kaarten zitten en ook koel zomerweer, daar hebben we voorlopig niet mee te maken. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.